Vis en vlees hebben natuurlijk altijd de boventoon bij een kerstmenu. Maar het is ook superleuk om ook extra veel aandacht te besteden aan je bijgerecht. En wat hoort er natuurlijk echt bij kerstmis? Precies, gebakken aardappels. Ik begin met kruimige aardappels. En dat is de eerste stap. Haal eventjes de pitten eruit. Ik laat de schil eraan zitten. Dan snij ik de aardappels in partjes. Stap 2. Kook de aardappels 5 minuten in gezouten water. Als de aardappels bijna 5 minuten hebben gekookt, verhit je een grote koekenpan met zonnebloemolie en lekker wat roomboter. Dan giet ik de aardappels af. Lekker schudden. En dat mag je best wel fanatiek doen, zodat er een beetje een ril oppervlak ontstaat. De aardappels kunnen met schil en al in de olie en boter. En het is fijn om in olie en in boter te bakken, want olie kun je tot een veel hoger punt verhitten en boter verbrandt, maar het geeft wel heel veel smaak. En om het extra lekker en kerstig te maken, pak je rozemarijn. En als ze dan mooi goudgeel en knapperig gebakken zijn, breng je ze op smaak met grof zeezout. Dan haal je de takjes rozemarijn eruit, want die hebben hun werk gedaan. Kijk dan, de perfect gebakken krokante rozemarijnaardappel. Superleuk voor kerst, toch?